Hi allemaal, welkom in weer een nieuwe video. Welkom in weer een shoplog van de Action. Wow. Het is echt super lang geleden dat we goed zijn geslaagd bij de Action. Maar we hebben een hele goede grote buit gescoord. En we dachten, dit zijn spulletjes die jullie ook wel willen zien. Nou weet je, omdat het echt heel erg... we zitten gewoon dik in de herfst. Dus ik denk dat het heel erg passend is om te beginnen met kaarsen. Nou, Action heeft echt een super grote kaarsenselectie op dit moment. En ook echt wel hele mooie kaarsen die er gewoon heel erg leuk uitzien. Ook in je interieur. Want ik heb deze opgepikt. Nou, zoals je kan zien, dit is wel echt een eyecatcher. En dit is een super mooie glazen pot. Hij is ook echt heel erg zwaar. Het is gewoon echt glas. En wat we heel erg mooi vonden is, ik weet niet of je het kan zien op beeld, is dat hij een klein beetje soort van holographic kleurtje heeft eroverheen. En ja, het lijkt echt een soort van snoeppot of zo. Maar aan de binnenkant zit gewoon een kaars. Ruikt hij ergens naar? Hij volgens mij niet, toch? Het is geen geurkaars. Maar ik denk wel dat dit echt heel erg mooi staat. Het gaat gewoon lekker branden. Ja. En als deze dan op is, dan kan je hier echt makkelijk gewoon koekjes of snoep in doen. En dat mag ook wel, want hij was wel €4,99. Ja, dat vonden wij niet een typische actionprijs. Nee. Omdat het toch wel wat misschien prijziger is. Ja. Maar ja, omdat het dus ook wel iets is wat je hierna nog kan gebruiken. Want als je hem invriest bijvoorbeeld, dan kan je daarna heel makkelijk dat kaarsvet eruit halen. Mm-hmm. En dan heb je dus echt een pot. Nou, deze kaars die kwam ik ook nog tegen tussen de kaarsen. En ik vond hem echt super mooi en luxe eruit zien. Want hij is dus helemaal met goud en allemaal van die reliefdingen. En dit is dus glas. Ja. En hij heeft een geurtje. Het is een scented candle. Ik weet eigenlijk niet welke geur dit is. Oh ja, Pour Homme. Sorry, staat van de voorkant. Ja, het ruikt ook wel een beetje... mannelijk, kruidig, wat warm. Zwaarder, ja. Ik vond hem er ook al wel duurder en luxe uitzien. Deze kost €2,50. En ze hadden hem in 3 kleuren. Namelijk ook in het roze, maar ook in het zilver. Dus ik heb de zilveren ook hier. Deze vond ik ook gewoon heel erg mooi en de geur heel lekker. Dit is Lemon and Thyme. Dus ja, ik vond ze allebei wel heel erg cool. Ik ben heel erg benieuwd of jullie meer zijn van goud of van zilver. Ja, ik vond ze dus allebei heel erg mooi, dus ik kon ze allebei niet laten liggen. En qua geur vind ik deze Lemon & Thyme wat lekkerder, denk ik. Nou, zijn we ook eventjes helemaal losgegaan bij de handzeepen. Ik had echt oprecht een handzeep nodig, dus het was echt wel logisch om daar te zijn. Maar we hebben er 3 gekocht, want ze zagen er gewoon echt super leuk uit. Eigenlijk houden ze verkeerd om vast, want deze is van jou. Ja, klopt. En deze 2 zijn van mij. Ja. Maar ja, ze zijn echt super leuk. Dit zijn dus handzeepjes. Deze is een soort van peach. Of persik gekleurd met van die leuke oogjes erop. En deze is blauw turquoise met tigers. Ja, ik vind deze verpakking gewoon heel erg leuk. En er staat dan ook nog zo'n tekstje op. Never give up on the things that make you smile. En die andere is... Make today ridiculously amazing. Dus deze waren €1 per stuk maar. Nou, daar zitten echt best wel veel in. 350 ml, dus hier kan ik wel even mee vooruit. En ze zien er gewoon super cute uit. Yes, ik heb trouwens deze ook nog thuis. Oh, sorry. Maar die heb ik niet meegenomen. Maar ik vond deze ook wel heel erg cool. Dit doet me een beetje denken aan zo'n bepaald merk waarvan ik nu niet op de naam kan komen. Aerosopol of iets in die richting. Echt een super duur merk volgens mij. Ja, dus een beetje, ik denk dat ze het een beetje naben gemaakt. En dan is het ook wel, is het plastic of het glas? Maar het heeft echt een luxe uitstraling. Het heeft een beetje zo'n luxe uitstraling. We vonden deze ook gewoon heel erg mooi. En de geur vond ik ook wel heel erg lekker. Deze kost €1,19. En op de beauty afdeling bleef ik nog eventjes wat langer hangen. Want daar zagen we nog meer mooie spulletjes. Zoals deze superleuke droog shampoo. Wij zijn echt suckers voor mooie verpakkingen. Leuke verpakkingen. Dus ze hebben ons dit keer echt onwijs te pakken. Want dit ziet er gewoon superleuk uit. En dit is eigenlijk gewoon een hele simpele droog shampoo. Er staat niet heel veel bijzonders op. En ik vond gewoon deze verpakking heel erg leuk. Tara heeft hem net uitgeprobeerd. Wat vond je ervan? Nou, goed. Het was gewoon een, inderdaad wat je zegt, simpele droog shampoo. Hij doet zijn werk. Gaf wel een klein beetje wit, maar dat heb ik eruit kunnen halen. Dus het voelt ook gewoon helemaal fris. Ik heb wel eens met droog shampoos gehad dat ze het vet maken. Maar deze die hield het wel echt. En ik zie de witte waas ook niet zitten. Netjes. En hij ruikt wel lekker. Tenminste, je moet ervan houden. Het is wel heel fris citrusachtig. Oh, ik vind het wel lekker hoor. Ja, het is zo fris. Ja, het heeft überhaupt een geurtje. Het heeft een geurtje überhaupt. Dus dat is ook wel lekker. Je zit 200 ml in en er was maar €1,60. Dus dat vind ik echt wel een goede prijs. Ja, ik ook. Dan heb ik hier nog 2 sheet masks. Deze heb ik toevallig ook van mijn vriendin gekregen voor mijn verjaardag. Maar ik had ze eigenlijk ook al gehaald. Dus als ze dit kijken nu, als je dit kijkt. Sorry, ik had ze al. En ik heb ook al meteen een maskertje opgedaan. Oh, en ik vond hem wel heel erg chill. Het is, hij is heel nat. Daarna is je gezicht ook al heel erg nat. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het idee. En dan is het gewoon helemaal gehydrateerd. Maar het jongens, kijk gewoon eventjes naar de verpakkingen cute weer. Uit. Ja, want dit is dus een alpaca. Ik moet zeggen, ik leek niet op een alpaca. En deze is een leopard. Dus ik vind het gewoon sowieso wel heel erg leuk. En deze waren ook best wel goedkoop. Namelijk 62 cent per stuk. Dus dat is wel heel erg leuk om een keertje te doen met je vriendinnen. Als je een avondje
filmpjes gaat kijken of zo. Maar het ziet er ook gewoon zo super leuk uit. Dus echt een heel leuk cadeau idee sowieso. Volgende product is wat mij betreft echt een must have. En Larissa had hem echt al heel lang geleden gehaald. Ik heb nu ook eindelijk de pluizen tondeuze. En dit is echt gewoon een apparaatje waarmee je dus die bolletjes van je trui af kunt halen. Of van je broek of wat dan ook. Want als je je trui gewoon wat langer draagt, dan komen er soms dus van die bolletjes op. En dan laat je kleding gewoon een beetje oud. Maar als je dan de tondeuze eroverheen haalt, die speciaal is voor je kleding, dan haal je die bolletjes weg en is je kleding weer zoals nieuw. Echt ideaal. Het is tegelijkertijd ook best wel satisfying om te doen. Ja? Als je dat dan hoort, dat die dan de stof erin gaat. Vind ik in ieder geval. Ja, en het houdt gewoon je kleding langer mooi. Dus je gaat er ook wat, ja, je kan het wat meer verzorgen. Je houdt het wat langer in je kast. Je hebt niet echt de behoefte om het dan weg te doen. Ik heb bijvoorbeeld nu op dit moment een broek aan met bolletjes op de knie. Ik weet niet waarom. Het ja, op mijn knie vind het zit. Ja, ik waarom. Ik heb ook dezelfde broek en ik heb het niet. Ik zit blijkbaar heel vaak op mijn knieën. Ik weet niet. Ik weet... Maar goed. Ja. Maar met de pluizentondeuze is dat nu verleden tijd. Ja. Je verkoopt hem echt. Ja. Hoeveel was het? Zou ik de prijs anders even noemen? Ja. €2,50. Nou. Dan kan je dat ding maar beter in huis halen, of niet dan? Oké, first try. Moet ik hem aanhouden? Ja. Oeh. Ja, hoor. Oeh. Het is helemaal netjes. Kijk. Zo, ja, kijk een eens. Verschil, hè? Before en after. Dit is echt zoveel netter. Dit lijkt wel een oude versleten broek dit. Yeah. Dit ziet er niet uit. Ja, dat lijkt goed hè? Ja, top. Dan wil je gewoon al je kleding wil je nou nu gaan doen. Ja, ga ik ook doen denk ik. En dit zit dan hierin. Ja, even kijken. There you have it, guys. The fur. Nog een leuke gadget is deze super toffe Hotfoy Applicator Starter Kit. Hier kan je lekker mee knutselen. Hier kan je leuke mooie dingetjes mee maken. Het is namelijk een soort van lamineerapparaat. Die je kunt gebruiken in combinatie met van die hele mooie metallic folies en papier. En, die we dus ook meteen hebben meegenomen. Die kon je dus ook bij de Action shoppen. We hebben de kleuren rood, groen en roze. Roze, helaas geen goed en zilver. Maar die zitten al in dat apparaat. Want het ging keihard, hè? Ja. Die folies waren super snel uitverkocht. En die apparaten gingen volgens mij ook best wel hard. Ja, maar die apparaten heb ik nog wel in de winkel gezien. Dus die kan je als het goed is nog wel vinden. We laten het anders wel even zien wat je er nou mee kan doen. Want het is dus echt super cool. Je kunt dus een kaart er doorheen halen. En daar leg je dan dat folie bovenop. En als je het dan eraf trekt, dan heb je zo'n metallic kaart. Ja, heel wij vet. Wij waren echt helemaal zo. Ik heb hier bijvoorbeeld betaald €12,95. En deze folies waren in de aanbieding voor 80 cent per stuk. Ja. Dus dat was echt een super goede prijs. Lekker knutselen daar. Nou, het volgende dat ik niet kon laten liggen, zijn deze M&M's Caramel Krokant. Krokant. Oh. Ik weet ook niet hoor, waarom ze dat zo noemen. Maar ik had deze nog nooit gehad. Het is een limited edition. Lijkt me heel erg lekker. Ik ben sowieso echt dol op M&M's. Mm-hmm. Eigenlijk, mijn favoriet is sowieso noot. Ja. En die crunch. Ja, want die is een beetje hazelnootachtig ofzo. Karamel is natuurlijk ook wel, denk ik, heel erg lekker. Dus ik moest hem even meenemen. En we gaan hem nu even proeven. En kijken. Waarom is mijn heel wittig en stoffig? Deze zijn heel stoffig. Ik wil net zeggen, waarom is mijn zo stoffig? Ik denk dat ze oud zijn, denk je niet? Wat? Denk je niet dat ze oud zijn? Hoezo? Het is wel lekker. Je proeft het er niet aan af, zeg maar. Nee, het is wel lekker. Het voelt niet, het smaakt niet als van die oude chocola. Ja, maar het is ook niet de chocola die stoffig is, maar het is de buitenkant. 8 maart 2020, dus we zitten nog wel safe. Het is wel lekker. Nog één? Ja. €3,50 voor een groot zak. Geen idee hoeveel ze normaal kosten eigenlijk. Volgens mij is dat normale prijs dat in de supermarkt. Nee, het is niet duurder volgens mij. Maar het is volgens mij wel een normale prijs. Maar dit is wel een limited edition die je volgens mij niet in de winkel hebt. Hij is lekker hoor. Had ik niet verwacht. Maar nog eentje. Wat is jullie favoriete M&M? Is dat karamel stiekem? Noot? Crunch? Of de normale? Kokos heb je ook nog. Zonder vulling, dus gewoon een bruine. Volgens mij is het met pretzel, heb je dat ook niet? Ook op de voedselafdeling kwamen we deze koffiesiroopjes tegen. Nou, als je mij volgt op Instagram heb je misschien wel eens wat koffiestories voorbij zien komen. Behoorlijk veel. Gelijk even een segue.
Volg ons op Instagram als je dat nog niet doet. Heel erg leuk. Altijd elke dag nieuwe content. Gezellig! Dus wij zagen deze koffiesiroopjes. Ik had een tijdje geleden ook een aantal van die siroopjes gekocht. Die zijn allemaal al op trouwens. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel erg leuk om deze keer uit te proberen van de Action. En hier zit de smaak in hazelnoot, vanille en amaretto. En ik vind ze ook wel echt heel erg leuk te uitzien. Ja, mooie verpakking. Dus dat is lekker. Ook leuk om een cadeau te doen. Ja, zeker. Echt een hele leuke cadeauverpakking. En het prijsje is trouwens ook heel erg fijn. Want deze was serieus maar €1,99. En ik kan me herinneren, volgens mij heb ik bij Simon Leveld mijn siroopjes gekocht. Of zo? Nee, volgens mij 12? €12,95 voor die hele grote set. Maar dat is ook wel een merk, en het was wel echt kwaliteitssiroopjes. Dus ik ga deze gewoon, ik ga zo meteen even een koffietje zetten. En dan zal ik eventjes in beeld neerzetten wat ik er wel, of ik het wel of niet lekker vond. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit in ieder geval. En het is leuk om te proberen. Dus wat heb je hier gemaakt? Een cappuccino. Cappuccino met havermelk. En dit is de hazelnoot. Lijkt een beetje chemisch. Nee, ruikt wel naar hazelnoot. Ja? Jawel. Oké, hoeveel doe je erin? Dat gewoon een klein mini scheutje. Een scheutje? Kijk, komt hij aan. Het zal wel zoet zijn. Hoppa, nog iets? Nog iets. Zo. Proef helemaal niks. Nog meer? Nou, daar heb er ook wel weinig in gedaan volgens mij. Het is niet super zoet of zo, dus er mag gewoon wel wat in. Ja, dan ga je er wel heel hard doorheen natuurlijk. Scheutje naar smaak, hè? Ja. Lekker? Ja, wel lekker. Dan heb ik hier lampjes voor op je fiets. Deze kosten maar €1,39. Dus safety first. Ja, geen excuus meer om zonder lampjes te rijden. Want het wordt nu zo snel donker. En elke keer rijd ik buiten en dan wordt het donker. En dan denk ik, oh, ik heb word geen... Word je aangehouden, dat soort dingen. Ja. Jongen. Maar de batterij van mijn achterste lamp is op. Ik heb, op een gegeven moment heb ik een hele mooie fietslamp gehaald. Van de Action trouwens. Die ik gewoon helemaal op mijn fiets heb geschroefd. Nou, die is er gewoon vanaf geknald een keer. Ik heb dat ding niet goed bevestigd. Dus nu ben ik weer terug naar dit soort lampjes. En die haal ik dan gewoon eraf. Stop ik in mijn tas. En ik heb voor de zekerheid een tweede set gedaan. Voor als ik ja, het vergeet. Ja, dat is fijn. Het is gewoon heel erg belangrijk om met lampjes rond te rijden, mensen. Ik kwam ook deze deurhaken tegen. En wat ik wel heel erg leuk vond, is dat deze gemaakt zijn van velvet. En ik vind het gewoon heel erg chill om die maar... Wat? Ik hoor jou echt zeg maar lachen. Wel vet. Zeg ik dat zo? Ja, ga maar gewoon door. Ik wil... Waar was ik? Ja, ja. Deze deurhaken komen ook met een Porsche humor. Ja, ik vind zulke deurhaken altijd gewoon heel erg chill. En ik vind zulke losse deurhaken... taaf. Sorry. En ik vind altijd zulke losse deurhaken die dus niet aan elkaar zitten met drie stuks wel heel erg chill. Omdat ik die op verschillende plekken kan ophangen. En ze hebben velvet en dat trok mij om een of andere reden wel. Maar eigenlijk tegelijkertijd weet ik niet of dat echt zeg maar toegevoegde waarde heeft. Nou, ze waren trouwens echt super goedkoop, maar gewoon 72 cent. Ja. Hoef je die wat... Hoef je die wat laten... En dan heb ik hier ook nog een heel leuk klokje. Ik had een klok nodig, een nieuwe klok. Ik heb een hele leuke klok van Tara. Ik had een klok nodig, dus jij kocht een klok. Ja. Doei. En zo'n basic mogelijk modelletje. En ik vond deze wel heel erg mooi. Gewoon wit en volgens mij de achtergrond is een beetje alsof het hout is. Maar heel donker hout. Het lijkt net bijna zwart. En ik heb een hele mooie klok van Tara, van marmer. Maar die stopt er gewoon constant mee eigenlijk. Ik vind hem echt heel erg mooi. Maar ik kan elke keer de tijd niet zien. Hij is zo kut. Dat is een kappenpijntje in Action. En dan denk ik, shit, ik weet niet hoe laat het is. Dus ik heb heel eventjes een wat... Ja, ik wilde gewoon even een budgetproof vervangmodel hebben. Kan je dan niet het klokje gewoon in die ene klok doen? Wow. Zeg maar dat je... Ik vind het een goed idee. Misschien is dat een leuk idee. Want deze was serieus echt maar €1,92. Dus dat is echt een super mooi prijs. Dus ik had iets van, nou, dan vind ik het fijn om heel even die andere misschien te laten maken voor de tweede keer. Of de, ja, voor de tweede keer laten maken. Laten maken. Maar het is een goed idee. Misschien kan ik inderdaad het klokwerk hier uithalen en dat in die andere klok installeren. Zo, nou dat waren de items van Action die we hebben geshopt. We zijn er echt super blij mee. Zoals je kon zien, het opnemen van deze shoplog ging vrij soepel. Maar ik vind het echt heel erg leuk dat we deze keer bij Action hebben gevonden. Dus dat is leuk. Ja, het zijn echt mooie items. Meer heb ik er niet over te zeggen.
Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze shoplog weer te zien. Geef me al. Je geeft me gewoon altijd een duimpje omhoog. Nou, de camera is uitgevallen tussendoor. Maar zoals ik al zei, geef deze video alsjeblieft nou een duim omhoog. Want dat willen we gewoon. Abonneer je ook op ons YouTube kanaal. Gewoon no matter what. En druk ook even op dat belletje. Want we uploaden nu twee keer in de week. In plaats van één keer in de week. Dus komende zondag komt er weer een video online. Volgende week woensdag. Die zondag. Ja, dus heb je iets ervan. Ik wil nog meer van deze twee meiden zien naast deze twee video's in de week. Dan zou ik zeker aanraden om ons ook op Instagram te volgen. Tara vind je via @taraverbon. Mij vind je via @laresverbon. En daar plaatsen we ook gewoon altijd hele leuke dingetjes. Foto's, stories. Dus we zouden het super gezellig vinden als je bij de Endless Weekend Family wilt komen. En natuurlijk heel erg bedankt voor het kijken naar deze shoplog. Tot in de volgende video op aankomende zondag. Yes. Doei. Doei.